Meneer Leekes, zelfde vraag. Drie punten, ja, verdiend verloren of net niet verdiend verloren? Eerst en vooral, als er iemand die ons niet goed genegen is, denk ik, Jurie van der Velde, die ik denk twee hartslagende fout is. Ik denk dat het duidelijk was dat het buitenspeldoelpunt was. En ja, je kan er niet naast kijken. Ik denk de tweede was een hens van Roosendaal, die dan arm heel ver van het lichaam. Dus dat moet je fluiten. En dat zijn natuurlijk beslissende momenten. En je zegt, ja, had je de eerste straf gewoon moeten binnentrappen. Maar dat zijn nu eenmaal feiten en die feiten moeten dan afgemaakt worden. Ik vond dat we vooral de eerste helft, nou, een moeilijke start, vond ik toch wel. Oostende kwam redelijk goed aan de wedstrijd en wij kregen dan toch wel overhand. En we kregen wat druk op hun en toen gingen ze iets meer in de fout spelen. En ja, deze wedstrijd verdient dus zeker geen verliezer, toch zeker wij niet. En ja, bekijk de beelden maar goed en dan zouden jullie mij kunnen beamen dat wij toch, ik denk het huwelijk tussen Lokeren en Jurie van der Velde, dat dat niet lukt. Remember nog een keer de bekerwedstrijd in de 93e minuut op Club Brugge. Maar het is wat een beetje pijnlijk voor de spelers die heel hard gewerkt hebben. Oostende dan ook het moeilijk gemaakt hebben en ja, dan moet je dat doelpunt maken en dat hebben wij niet gedaan. En nu zullen we op naar de wedstrijd van Leuven. En de jonge Lukaku zei, het was een klein hold-upje. Ik vond het niet zo'n hold-up, maar het was denk ik ook niet verdiend dat wij die drie punten moesten laten. En spijtig dat externe factoren dan een rol spelen. En ik geloof nog altijd in de eerlijkheid van de mensen en ook eerlijkheid van scheidsrechters. Alleen tegen ons is het altijd maar een slechte dag. En het is pech een beetje. En ik vind het heel spijtig ook voor het publiek dat we die drie punten niet thuis gehaald hebben, ook, dat is verleden tijd. En het is spijtig dat je dus, oké, met wat handicaps en wat gekwetsten, maar dat heeft elke ploeg. Maar al bij al hebben een aantal jongens zich wel gemanifesteerd. Er zaten een aantal heel jongeren op de bank, van 18 jaar en van dus bijna 17, 18 jaar, 19 jaar. Dus dat is wel interessant, alleen nu moeten we nu dringend ook, zoals Yves zegt, af en toe moet je dat tikje mee hebben. En het wordt tijd dat we dat tikje mee hebben ook een keer krijgen. Of dat het rechtvaardigheid is dat uit de lucht valt. Want we zijn niet zo gecharmeerd geweest door een aantal beslissingen die dan toch wel ook al dikwijls tegen ons was. Reviewcommissies, 1-0, Overmeer en zo verder. Ik wil niet aan de zaagklok hangen. We hadden misschien maar beter dat doelpuntje zelf gemaakt. En dan was hier alle commentaar overbodig. Coelho nam de strafschop. Was dat zo afgesproken? Meestal wordt het afgesproken, ja. Dus ik denk, als je een wedstrijd voorbereidt, wordt dat afgesproken. En als iemand scoort, dan zegt niemand over. Ik denk dat Coelho een goede traptechniek heeft en dat hij ook strafschoppen gaat binnentrappen. Hij mist er eentje, dus dat kan je niet kwalijk nemen. Dus onze normale strafschopnemer is Maric, maar die was er niet bij. Dus in tweede instantie staat er Coelho, dus helemaal geen probleem ermee. En je kan missen, dus helemaal niet. Het was heel hard gegeven en die was ernaast. Volgende week een zeer belangrijke wedstrijd voor Lokeren op en tegen Leuven. Ja, zoals elke wedstrijd belangrijk is. Ik denk dat dat duidelijk is. Elke wedstrijd voor ons is belangrijk. En op Leuven zullen wij hopelijk nog een aantal jongens recupereren. Zeker de twee geschorsten, Maric en Sergej, die terugkomen ook. Ja, we zullen kijken wat het geeft in het midden van de week. Krijgen we iedereen terug. En dan denk ik dat we ook toch nog wel ook af en toe een keer dat tikje geluk moeten mee hebben. Want dat is absoluut de laatste tijd een beetje tegen. Oké, dank u wel. Daar gaan we het bij houden. Tenzij er nog vragen zijn uit de zaal natuurlijk.